Yo, Melfam! En welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Little Nightmares 2. We zijn hier weer terug met Mono! En wij... Waar is trouwens Six? Hé, ik wacht... Of is Six al doorgelopen? Wat is dit? Nou, in ieder geval, we zijn hier weer terug in het super duper duper leuke spelletje Little Nightmares 2. Wat jullie ook super duper leuk vinden gezien alle likes en reacties. Dus, nogmaals... Weer heel veel liefde naar jullie. Ik heb weer zin om verder te gaan in dit spel. Vorige keer was het een leuk einde met een pianootje. En we hebben weer een hamertje waarmee we al die... Oh-oh. Ah! Serieus. Serieus. We beginnen gelijk met een misgesla... Oké dan. Gelukkig zijn we nu wel weer samen met Six. Kijk, Six is nu weer bij ons. Waarom was Six er net niet? Wat was Six aan het doen? Ik heb geen idee. Maar dankjewel Six dat je terug bent. We moeten dit nu wel even een stuk beter gaan doen, want het is... Six, wat ga je doen? Oh, what? Six? Oh, mijn. Six? Alles goed, Six. Kom met mij mee. Ik weet niet... Wauw, dat was echt gek. Wat ik trouwens ook hoor is een piano. Sorry, ik ben even helemaal stil. Van dat Six dat deed. Waarom deed Six dat? Waarom ging Six opeens gekke... kamikaze bijna. Weet je, je weet nooit wat zo'n gekke pop kan doen. Dat was echt heftig, man. Six, ik wil dat je dat nooit meer doet, oké? Dat kan echt niet namelijk. Maar goed, we hebben hier een mooie piano. En ik denk, ik durf bijna te wedden, dat dat die vrouw is die piano speelt of zo. Misschien met haar hoofd of zoiets op de toetsen. En moeten we hier de deur open of gaan we naar boven? Kan jij mij helpen? Nee, niet? Oké, dan moeten we daar maar langs. YOLO, we gaan de trap omhoog. Klinkt trouwens wel mooi deze piano. Ik wil eigenlijk ook wel eens ooit zo goed piano kunnen spelen. Zoals jullie misschien weten heb ik pianoles, als je nog niet was opgevallen. Maar ja, pianoles ligt stil en ik heb wat minder piano gespeeld de afgelopen tijd. Ook doordat ik niet thuis ben geweest en door allemaal andere omstandigheden. En dat is toch wel jammer, want ik vind piano spelen heel erg leuk. Maar ik heb een vastigheid nodig. Wat moeten we hier... Oh! Oh! We gaan weer... Oh nee, we gaan weer alleen. Wat ga jij doen dan nu, Mo? Oh nee, Mono gaat omhoog en Six, die gaat Six heen. Of moeten we dit drukken? Wacht. Ik zie het al. Deze moeten we eraf drukken. Pas op, Six! Oeh, daar ging je bijna dood. En nu kan hij... Oh, wat een systeem, joh! Oké, maar waar ik het over had is pianoles. En dat is gewoon echt eigenlijk heel jammer tijdens de corona. Want ik heb een vastigheid nodig met mijn pianolessen. En die heb ik nu niet, want ik heb geen pianolessen vanwege de lockdown. Super naar, maar goed. Daar moeten we mee leren leven. Alleen daardoor heb ik echt de afgelopen 2 weken misschien 3 keer de piano gespeeld. Ik wist ook gewoon dat het zij zou hadden. Misschien een tikkeltje voorspelbaar, maar dit is toch niet leuk? Oh, wauw. Het is net mijn pianolerares. Die schrijft ook altijd allemaal dingen op papier. En wacht, ik zie dat we... Wacht, konden we niet gewoon op die lamp springen naar de overkant gaan? Of niet? Nee, dat kan niet. Oké, we moeten dit voorzichtig doen. Oeh. Ga verder met piano spelen, alsjeblieft. Oké, dankjewel. Kijk hoe eng dit is. Dit is zo creepy. Ga niet tekenen. Ga niet tekenen. Oké. Alles gaat netjes toch, mevrouw? Ik vind dat het heel... Oh nee, het gaat toch niet heel goed. Dat zou ze dan nu noteren. Noten die anders moeten of zo? Ik heb geen idee. Maar nu moeten we dit dus gaan draaien. Terwijl ze piano speelt. Oh shit. Ah, dit is zo eng! Oh mijn god. Blijf zo staan, Mono. Hou je krachten gebundeld. En nu dan? Wat moeten we nu dan doen? Oh, hij blijft staan. Oké, we kunnen dus veilig terug. Maar dan moeten we wel echt op een afstandje blijven lopen. Want het is echt super eng dit. Maar ondanks dat het heel eng is, speelt ze wel een... best mooi pianoliedje, moet ik toegeven. Het is wel deel dat hetzelfde stukje voor mij, maar dat boeit niet. Moeten we hier weer terug omhoog of hoe zit dat? Hoe komen we terug omhoog nu dan? Hoe komen we omhoog dan? Moeten we... Wacht, kijk, Six staat daar. Hoe moeten we omhoog komen? Oh, nee, we moeten dat ding schuiven. We moeten dit ding schuiven. Oh, shit.
Oh, dit vind ik heel eng. Dit is toch niet leuk? Ja, we kunnen weer. Oké, dus iedere keer als je piano speelt, kunnen wij dit gekke poefje, of wat het ook maar mag zijn, of bok of zo, kunnen we rijden. Oké, die staat. Nu moeten we weer wachten tot de muziek afgelopen is en kunnen we verder met dit gekke kamertje. Dit is echt eng en leuk. Het is echt gewoon geweldig. Dit spel is zo leuk! Alleen, ja, ik weet niet wat ze dan al speelt en zo. In ieder geval, laten we maar gewoon omhoog gaan. Hupsakee, Mono, klim even die boek op en zorg ervoor dat je niet gesnopen wordt, oké? Ook al ben ik heel erg bang dat als ik daar opspring dat het een heleboel geluid gaat maken. Ga even weer piano spelen, vrouwtje. Doe dat even in 3, 2, 1. Ja, lekker bezig. Oké, daar gaan we. Oké. Heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Six, maak het sprong. En ik maak ook de sprong. En nu trekken we dit open. En nu kunnen we hier verder. Oh, shit. Oh, shit. Dit is iets wat ik heb voorspeld. Oh, dit heb ik voorspeld. Ik heb dit letterlijk de vorige aflevering gezegd dat dit een keer zou gebeuren. Oh mijn god. Oh, waar? Oh, ren. Oh mijn god. Ja, red mij. Holy damn. Oh mijn god. Ze kan zo ontzettend ver met haar nek. En dat was... Dat was zo vet en eng en sick en... Ik weet niet. Kom eruit, Six en Mono. Hebben jullie maar weer geluk dat daar een of andere vuilniscontainer staat? Dat het een beetje jullie val mag breken. Nou, hupsakee. Hoe gaat het met jou nou dan, Six? Dat was echt niet leuk. Hier, handje vast en kom met me mee. Wat de allemme magisch, joh. Ik kan me herinneren dat ik de vorige aflevering zei dat er nog een keer een achtervolging zou komen door die buizen heen. En dat was het gewoon. Dat was het moment met de achtervolging. Auwe, dat was echt heel naar. Maar wat hebben we hier? Hier hebben we weer een of ander gat of zo. Of een gat. Het is gewoon een ravijn of zoiets. Wat is dit, joh? Moet je kijken dan. Moeten we hier wel naartoe? Oh, er zit hier een heel eng bruggetje. Ik ga eerst. Hé, jij gaat mij sowieso vol... Ja, dankjewel, Six. Wow, dit is echt gruwelijk. Dit laat me ook zien hoe groot en eng deze wereld is, trouwens. Met hoe klein wij zijn en dan hoe groot het is. Dat is echt bizar. Heel simpele scène is dit, maar het geeft echt zoveel diepgang en alles in het verhaal. Dat is echt zo nice gedaan. Laten we in ieder geval doorsjouwen. Kijken wat we hier hebben. Ik word er niet echt vrolijk van. Wat is dit dan? Waarom zit daar een of ander pakje of zo? Wat is dit? Kan ik die muts ook oppakken of niet? Het lijkt alsof er een muts ligt. Oké, er zijn... Dit is toch gewoon een hoed of muts of wat het ook mag zijn? Waarom kan ik die niet oppakken? Dat is letterlijk wat ik ook al 2 afleveringen terug had. Ze zitten hier gewoon met ons te dollen, die makers, hoor. Ze laten je denken dat er vet veel hoeden en mutsen en dingetjes te vinden zijn, maar dat is helemaal niet waar. En wacht, moet dit ding dicht of zo? Hé, wat moet ik hier nou weer doen dan? Ik snap dat ik er moet rijden, maar... Oh, dat moeten we natuurlijk met z'n tweeën doen. Kom, help mee, Six. Ja, lekker bezig. Knallen we hem eerst dicht. Oei! Wat handig dat het daar zo staat. En nu moeten we zeker 2 sprongetjes halen, lijkt het. Ja, oké, nice. Dit is te doen, Six. Ga je met me mee? Dit kunnen wij. Trouwens, weer een kapotte tv. Leuk detail. Er waren ook mensen in de reactie die zeiden van... Er is één hele grote, mast of zo. Een zendmast. Die zorgt er inderdaad voor dat al die tv's... Als het ware een soort van hypnotiserend signaal uitzenden. En daardoor zijn al die mensen ook zo krankzinnig en gek en zo. Zoals die eerste jager en zoals die schooljuffrouw. Zijn hele nare dingetjes. En dit is sowieso een hoedje. Die ligt hier heel mooi. Pak die eens op. Of niet? Er ligt hier wel... Oh, wauw. Oké, ik dacht dat dit een hoedje was. We kunnen hem oppakken, maar het is geen hoedje. Eerlijk, waarom is het niet een hoedje? Dit was zo vet geweest om op je kop te zetten. Dat was echt perfect geweest. Qua grootte en zo. Maar jammer, hè? De gewoon een gemiste kans van de makers. Maar goed, wat gaan we hier hebben? We hebben weer een kapot dirty. En... Nee, joh. Is dit het moment van het regenjassie? Is dit het moment van het regenjassie dat Six die aan gaat doen? Oh, wat! Dat is... Ik weet niet waarom, hier krijg ik kippenvel van.
Dat is zo cool. Want zo kennen wij Six van deel 1. Oh mijn god, dat is echt gruwelijk. Even, waarom is dit spel zo ontzettend vet? Het is echt debiel. En moet hij trouwens iets doen? Nee, daar lijkt het niet op. We gaan gewoon verder. Waar moet hij wel iets doen of niet? Of kan jij mij die deur opdoen? Ja, lekker Six. Had ze flat. Deurt die open. Waar zijn we nou? In een kledingzaak lijkt het wel. Ligt hier een mooie hoed? Kunnen we niks mee? Oké, wat is dit? Hier hangt wat kleding aan een kapstok ding of zo. Nice. Wat gaat dit zijn? Er gaat sowieso nog een nieuw monster of zo komen. Ik weet het bijna wel zeker. Ja, of die juffrouw die gaat natuurlijk ons gewoon de hele tijd het leven zuur maken. Het is één van beide. Ik ben gewoon heel, heel erg benieuwd, zeg maar. Wacht. Kan jij mij helpen hier? Oh, moet ik die tv eraf drukken of zo? Moet... Wat is... Wat? Oh, wat? Moet ik serieus zulke heftige... Oh! Mono de parcourder, hoor! Kijk, en nu kunnen we dit zo drukken. Six, met je mooie gele regenpakkie. Kom met mij mee dan. Lekker dan. Wat een teamwork makes the dream work. En nu kunnen we weer deze met z'n tweeën opentrekken. Geweldig. Ongelooflijk. Let's go. Wat hebben we hier? Oh, nee. Ik heb hier nachtmerries van gekregen net. Het is weer een hele enge schacht met... Wat is dat? Waarom ligt daar verband met bloed? Gaan we naar een ziekenhuis of zo? Er ligt daar ook een of ander bed. Wat gaat dit zijn? Een asylum of een ziekenhuis? Dat lijkt dit wel op. Dat is wel heel vet ook. We zijn dan gewoon in een school geweest en dan gaan we nu gewoon naar nog iets ergers dan een school. Of wat? Schooled? Of wacht, dit pas een chapter of zo? We hebben een achievement met schooled en wat is dit? Is het een school of is het... Nee, dit is geen school. Er ligt hier een bed. Dit is een ziekenhuis of een gekkenhuis. Eén van beide. Dan gaan we zeker ook straks een nieuw iets tegenkomen. Sowieso. Dan hebben we waarschijnlijk nu ook, denk ik, die juffrouw achter ons gelaten. Oh, daar staat iets, of niet? What the heck? Er gaat toch niet iemand in een rolstoel achter ons aankomen? Ik heb geen idee. Nou, laten we maar gewoon doorlopen. Volgens mij hebben we die juffrouw dus nu achter ons gelaten. En kunnen wij nu... een nieuw iets verwachten. En ik ben er eigenlijk wel een beetje bang voor, maar goed. We moeten wel. YOLO! Deur die open! Wat gaat er zijn? Oh mijn god, wat is dit dan? Six redde mijn leven. Holy shit. Six, doe niet zo snel, man! Six, what the heck, man? Hoe kan Six dat nou weer zo snel doen? Six! Heb je dit vaker hier gedaan of zo? Want volgens mij wel. Volgens mij is het ook een beetje het verhaal dat Six ons nu leidt naar die hele grote masten, zeg maar. Maar wat is het überhaupt voor ruimte? Met allemaal bedden aan touwen en zo? Waarom is dit? Ik vind het maar heel nuve. Maar goed, laten we doorgaan. Hallo, dat was het. Oh, dat... Wat? Dat is ook gewoon een lift en dan is dat zo heftig? Wat? Moet ik... Ik denk dat ik die fuse mee moet nemen. Pak die er nog eens uit. Dat ging niet helemaal goed namelijk. Pak. Pak dan. Mono! Mono! What the... Mono! Ja, lekker bezig, pik. Oké. Neem dat ding eens mee. Ik weet niet of dit ons lichtje in het donker moet zijn. Of dat dit echt daadwerkelijk iets is wat we nodig hebben om verder te kunnen geraken. Want ik denk het wel. Yup, ik denk het zeker weten, want we moeten hem hierin pleuren. Doe dat eens lekker dan, jongen. Hupsakee. Gaat er weer een liftdeur die open? Wat hebben we hier voor enge... Oh, ja. Pas op. Ah, Six! Hierheen. Kom op. Het stort in. Trekken, jongens. Oh mijn god. Laat me niet liggen. Holy damn. Dat hebben we echt net overleefd. En Six, waarom loop je zo snel door? Six is soms echt gewoon een bitch. Sorry dat ik het zeg. Maar ze loopt de hele tijd voorop en vooruit. Ik wil echt super vaak die handjes vasthouden. Maar Six die denkt heel vaak van... Oh, fuck jou, ik loop wel door. En oh no. Six? Ook daar is Six. Wat is dit voor eng iets? Oh, what? Dit is... Ik krijg hier echt kippenvel van. Dat oog daar...
Wat ligt daar? Ik zie daar iets liggen, of niet? Nee, niet. Een infuus. Waarom is dit zo vet en eng? Kijk dit dan. Oké, voor mij is het een asylum. Dit is echt geen ziekenhuis. Oh, wat gaat dat zijn? Ik heb echt het gevoel dat hier zometeen iets uit dat donker daar komt. En dat we keihard doodgaan. Maar goed, wie ben ik? Laten we doorlopen. Wat eng, man. Oh, Six. Ik weet niet of jij ook bang bent, maar ik ben bang. En Mono ook. En hier ligt een schaar. Kun jij die schaar meenemen misschien, Six? Oh, sorry. Daar werd je blind van. Dat is mijn fout. Kom met mij mee dan. We moeten hier met die zaklamp doorlopen. Ja, gewoon. Wat de heck, jongens. Zou dit ook... Oh, is dat het monster dat achter ons aan gaat zitten, wat daarop staat? Ik zie niet echt wat het is, maar het lijkt op een man met allemaal verband om zich heen. Oh, dat gaat ook waarschijnlijk hetgeen zijn dat achter ons aankomt. Sowieso. Dit is zo niet leuk. Oh, die deur is gewoon dicht. Nee, joh. Oh, dit is dus ook gewoon niet de juiste kant. We moeten serieus die andere kant op. We gaan naar Verband, man. Als het een man is in Verband, dan noem ik hem gewoon Verband, man. Dat vind ik een leuke naam. Het was eerst de enge schooljuffrouw en nu hebben we straks Verband, man. Klinkt wel lekker, trouwens. Klinkt ook als een soort van hele slechte superheld. Ja, daar heb je Verband, man. Hij gaat ons redden. Maar laten we ook eens even kijken of misschien nog ergens een mutsje ligt of zo. Want we hebben een paar hoedjes gevonden waar ik redelijk trots op ben. En het is natuurlijk niet mijn opperste doelstelling om al die rothoedjes te vinden. Maar hey, af en toe eentje erbij is wel leuk. Ook al blijft het toch wel oud vertrouwd om Mono met dat zakje op het kopje te houden, hoor. En kunnen we hier misschien iets uithalen? Daar lijkt het wel op. Kijk, een blikje voor jou. En nog een blikje. En nog een blikje. Kijk, we hebben oneindig gratis blikjes, hé. Six, kijk wat we hier allemaal uitkrijgen. Six, kijk dit dan. Nee, dat was het. Oh, dat was het. Six, hij is leeg. Wil je een blikje? Hier, neem een blikje. Oh. Wil je dan dit blikje? Vind je die lekker, Six? Six, ik heb net allemaal blikjes voor jou gedaan. Nou, dan niet. Dit bedoel ik. Ik probeer lief te zijn voor Six. Maar Six, die is niet lief voor mij. Neemt niks aan. Loopt op de feiten vooruit en zo. Het enige wat leuk is dat ze zo'n prachtig regenjasje heeft aangedaan. Van, oh, ik moet het blikje erop gooien. Ik dacht, ze gaat me helpen. Precies, hier wil ze me niet eens helpen, man. Ongelooflijk. Six, hebben we hier goed aan gedaan? Neem mijn handje beet. Nee, niet dat stomme ding. Neem mijn handje beet. Kom. We gaan dit met z'n tweeën doen. Oh, ik hoor daar iets. Oh, het is weer een tv. Het is weer een tv-tie. Zitten daar trouwens nog mensen? Oh nee, dat zijn allemaal... Wat? Dat zijn allemaal mensen met allemaal lichaamsdelen eraf. Of zijn het nep mensen? Wat gebeurt hier in dit spel, joh? Echt bizar. We gaan in ieder geval wel weer die tv doen. Kom. Oké, zoek het juiste signaal. En... Hatsenflat. En nog een keer het juiste signaal zoeken. Links, ja. Nee, daar was het een beetje. Hier. Ja. Hatsenflat. En nog een keer het juiste signaal zoeken. Ja, hatsenflat. Hatsenflat. Daar zijn we weer. Bij het alziend oog. Voor mij heeft het oog ook gewoon oprecht te maken met die zendmast die al die shitshows uitzendt. Laten we gaan. Waarschijnlijk worden we nu ook weer gered door Six. Dat doet Six dan wel weer. Six redt ons leven wel. Gewoon meerdere malen. Maar als ik iets van haar vraag, dan doet ze het bijna nooit. Yup. We zijn weer gered door Six. Maar wat er voor de rest ook gebeurde, weet ik niet. Het lijkt wel alsof Six bang voor mij wordt. Six, ik ben gewoon nog Mono, hoor. What the heck is dit dan, joh? Check hoe groot. En we moeten twee fuses vinden. Oké. Six, pak mijn handje. Dankjewel. Ik ben blij dat je dat soms nog wel wil. We moeten hier twee fuses vinden. Laten we eerst gewoon de benedenverdieping bekijken. Eens zien wat we hier tegenkomen. Oh, dat is een lift. Moeten we... Wacht, we gaan eerst gewoon door. We moeten dit heel erg gestructureerd doen, heb ik het gevoel. Gewoon een beetje scannen, kijken of we zo'n fuse kunnen vinden. Wat is dit trouwens? Wat? Wat? Dat is vet. Dat wil ik ook doen. Mag ik daar ook achter staan?
Wat? Dit is toch grappig? Wat een grappig iets. Misschien niet heel gezond voor je gezondheid, maar dat was wel echt heel leuk. Nou ja, wat hebben we hier? We hebben hier... Oh mijn god. We hebben hier opeens Fredbear of zo. Five Nights at Freddy's stijl. Wat is dit? Check die dingen. Hier, ik heb een hele enge pop voor je. Wil je die hebben? Dit is echt dat jongetje dat dan zo'n pop wint op de kermis. En dat dan aan zijn crush probeert te geven. Zo van... Yo! Alsjeblieft. Oké, sorry. Ik vind mezelf veel te grappig. Maar even serieus. Vind je deze dan leuk? Nee, ook niet. Wat moeten we dan doen hier? Dit is letterlijk een kamer. Met helemaal niks. En er zat een rolstoel. Een kinderrolstoeltje. Wat wel een beetje eng is. Is hier iets wat we kunnen pakken of zo? Iets van een muts. Kijk, we zijn hier nu bovenop gelopen. Maar wat hebben we hier? Er ligt daar wel iets. Is dat een muts of zo? Gooi er maar mee, precies. Gooi ook daar maar mee, precies. Ik heb geen idee wat ik hier moet doen. Is het misschien een kamer waar juist allemaal van dit soort kindertjes zitten die wij spelen? Zoals Mono en Six? Misschien wel. Misschien is dat het idee. En wat is hier boven dan? Oh, er is hier wel een muts! Kijk dan, wat is dat voor muts dan? Pak hem op, wat is dat? We hebben een hoedje gevonden, een nieuwe een. Oké, okay. Six, ik wil niet dat je bang wordt, maar ik ga hem even proberen. No way! Wat is dit? Nou, serieus? Dit is oprecht gewoon een hoed. Gewoon een berenkop. Nou, die gaan we even ophouden. Gewoon voor de leuk. Doet me helemaal niks. Zal er ook wat gebeuren als we deze ophouden hierachter? Ik denk het niet, maar ik ben benieuwd. Ah, nee, jammer. Oh, wat? Er zit wat in die eend. Wat zit er in die eend? Oké, okay, het is goed dat je die eend... Of zit er zo'n fuse in? Waar? Die Six neemt een eend mee waar iets in zit. Moeten we die meenemen met deze lift of zo? Oh, damn. Oh, we gaan een kelder in. Oké, okay, dit wordt echt heel eng. Ik pak mijn zaklamp al vast. Hallo? Oh, jongen, hier zijn zelfs van die... Oh, nee, we zitten in het Mortuarium. Ja, dat is meestal in de kelder. Zit hier nog een lijken of zo? Wat zit hierin? Kunnen we erin? Oh, we kunnen erin. Wat naar, waarom wil je in dat... Nee, laat maar, dat gaan we niet doen. Kom met mij mee, Six. Waarschijnlijk moet je wel dat ding verbranden! Six, gooi hem hier in! Six, mag ik dat ding hebben? Six. Ik weet wat ik moet doen. We moeten dat ding verbranden. Geef. Six! Gooi dat hier in. Hierin. Kijk, want als we deze hier aantrekken, gaat waarschijnlijk de fik erin. What? Maar hoe weet Six dan dat er wat in zit? Six, gooi hem erin. Toe. Six, mag ik dit ding hebben? Volgens mij is oprecht het idee dat ik haar een knuffel geef. Want ze wil die eend niet afstaan. Kijk. Serieus, we moeten terug omhoog. We moeten Six en... Wauw. Wat is dit voor gek iets? Six die is echt gewoon niet lief deze aflevering. Six is heel stout. Six wil ons niet helpen. We zien in dat gekke ding daar dat er wat uitgehaald kan worden. Maar ze wil hem gewoon niet afstaan. Waarschijnlijk moeten we dus iets... Kijk, er zit dus ook een sleutel in een beer. Zie je dat? Oké. Okay. Moet ik dan ook een van deze knuffels meenemen? Misschien is dat ook het idee. Laten we eens kijken. Maar is dat ook... Ik vind het zo gek dat er wat in die eend zit, maar dat ze die niet wil afstaan. Waarom is dat? Wat... Nou ja, het zal wel. Laten we eens kijken of wat in deze beer zit. Misschien zit hier een sleutel in. Hatseflat, zit daar een sleutel in? Volgens mij niet. Volgens mij zit hier geen sleutel in die beer. Kijk, in... Ik vind het zo gek, waarom... Six, waarom doe je dat niet? Echt waar. Nou, jij hebt in ieder geval niks. Ik word gek van dit stukje. Dit is echt debiel. Kom op, neem dan deze knuffel mee. Hopelijk zit hier de sleutel in. Maar moeten we dan dat ding ook verbranden, die knuffel? Of wat is het idee? En ook, hoe gaan we dat van Six afnemen? Ik weet dat het heel zielig klinkt, hè? Het is een prachtig eentje waar Six voor mij echt ontzettend blij mee is. Maar ja, ze willen niet afstaan. Dat is toch een beetje kut. En wat zit hierin? Zit hier iets in die knuffel? Nee, er zit er ook helemaal niks in. Moeten we dan in de laatste knuffel kijken of zo? En daar zit iets in. Oh, dat is ook de sleutel. Oh, nice. Nou, kom mee, Six. Hou jij maar lekker dat eentje. Ik weet niet hoe ik die van je af kan nemen. Maar ja, hè, als jij die zo graag wil houden, dan moeten we dat maar denk ik accepteren. Misschien dat er een moment komt dat ze hem loslaat, dat we hem dan stiekem mee moeten nemen. Maar ja, dat weten we nu nog niet. We weten in ieder geval wel wat we moeten doen met deze knuffel.
Misschien ook wel een beetje zielig, maar ja, misschien ook wel het beste voor die knuffel, want hij ziet er ook echt niet meer uit. Oh, jongen. Kom op, laten we dit doen. In de verbrandingsoven jij. Klinkt heel erg zielig, nogmaals, maar het moet. Oh nee, ik er zelf niet! Niet... Oh, ze laat hem vallen! Ze heeft hem laten vallen! Nu kunnen we deze ook verbranden. Kijken wat hierin zit. Ik moet hier nu kijken wat hierin zit. Ik weet niet waarom Six opeens denkt van, ik vind het een stom eendje. Maar deze moet en zal nu ook verbrand worden. Nog een keer. We moeten zien wat erin zit. Het is namelijk misschien een goudklompje. Misschien wel iets van een of andere drugsdealer die daarin heeft gestopt. Want dan zouden we nu gewoon miljonair worden. Laten we eens kijken. Een sleutel, ja. En wat nog meer? Er zat wat in die eend. Een hand? Nee. Hè? Misschien ben ik wel gewoon heel erg hard gejuked. Waarom kan ik niet meer terug? Hè? Six, je eend is weg. Ik had verwacht dat ik wat... Voor mij ben ik gewoon al die tijd opgelicht. Wat? Ik zweer dat er wat in die eend zat. En nu is het gewoon footsie. Gewoon gonorrhea. Gewoon weg. Nou ja, laten we maar gewoon deze kant op gaan, want we hebben een sleutel. En we hebben nog helemaal niemand of iets gezien. We hebben nog helemaal niet verbandman gezien. Misschien is het ook helemaal niemand, hè. Ik denk dat we verbandman tegenkomen, maar misschien ook niet. Ik weet niet. En trouwens, ik wil toch wel weer even een normale zakje op mijn kop. Kijk, dit is toch wel een stukje beter. Want zo herkennen we gewoon mono. Nice, we zijn gelijk de verkeerde kant op gelopen. Ah, dat had ik zo erg, hè, in deze spellen. Dat je dan de verkeerde kant op loopt. Het scheelt nog dat je hier niet echt een gigantisch pokkeind moet lopen. Maar je hebt soms van die spellen. Dan loop je de verkeerde kant op. En dan moet je 10 minuten terug. Maar goed, hier moeten we in. We hebben de sleutel. Kom op. Doe het. Ja. Hupsakee, slotje eraf en laten we eens kijken wat we hier gaan vinden. Allemaal kunstbenen? Wat? Wat de heck is dit? Waarom zijn hier zoveel kunstbenen? Wat moet ik hiervan denken? Dit vind ik heel erg vies. En niet dat ik iets tegen kunstbenen heb, maar ik heb wel wat tegen de hoeveelheid kunstbenen die hier liggen! Trouwens niet alleen kunstbenen, ook gewoon letterlijk haken. Waarom zijn die... Oh, hier is weer zo'n dingetje, oké. Dankjewel. Ik weet niet of dat nou heel erg fijn was om mee te nemen. Ik weet ook niet wat die kindjes betekenen voor de rest van het verhaal. Maar we hebben ze wel. Dat is al voor mij de derde of vierde die ik heb gevonden. En wat hebben we hier nog meer? Oké, er is hier een deur. Kunnen we daar doorheen? Kan je mij helpen hier? Probeer eens dit te doen. Oh shit. We gaan alleen! Nee, we gaan hier alleen naartoe. Ik vind het niet leuk. Moet ik deze meten? Ja, ik moet het hier helemaal langs. Verbandman! Oh, er is een hand! Oh shit! Er leven hier dingen! Dit is niet leuk. Ik moet... Nee! Ga weg, hand! Oh mijn god. Ga er onderdoor! Nee! Het zijn facecrawlers, wat de heck? Oh mijn hemeltje lief, wat is dit opeens? Juist, ja. Ik moet het nog één keer proberen. Ik moet kijken of ik hier langzaam kom. Maar voor mij moeten we er overheen. Kom op, klim! Oh mijn god. Oké, ren. Klim. Gaat die hand ook? Nee, die hand klimt niet, oké. Dat scheelt dat die hand niet zo slim is. Oké, ik heb niks gezegd! Oh mijn hemeltje lief, hier zit zelfs een like. Wat is dit nou weer? Gaat die hand mij verder volgen? Waarom? Ik had echt een verbandman verwacht, maar nee, het is een of andere hand die gewoon letterlijk leeft. Oh, ik hoor hem daarboven ook gewoon. Ik hoor hem daar gewoon. Hou op! Hou een flipping op! We rennen Oh shit. Wat moet ik hier naartoe? Moet ik hier helemaal overheen klimmen? Ja hoor, dit is gewoon weer parkour.
Mono de parcours, kom op. Laten we dit nog even doen. Laten we nog even terugkomen bij Six. En daar ligt de eerste fuse. Ja. Oh, we moeten hem kapot slaan. Kom maar bij papa. Oh mijn god, we hebben hem één keer geslagen. Dat is niet eens genoeg. Oké, waarom sla ik drie keer mis? Waarom sla ik drie keer mis? Kom op, sla nou! Waarom sla je niet, Mono? Dit lijkt gewoon letterlijk op een bossfight. Ik weet niet waarom. Gewoon Mono versus de hand. Kom op, sla nou gewoon raak dan. Kijk, dat is één keer. Hoe vaak moeten we raken? Dat is echt mijn vraag. Het lijkt alsof ik de boss ben en dat die hand als het ware de karakter is. We hebben hem nu twee keer geraakt. Hoe vaak gaat dat moeten? Kom op, een derde keer. Een derde keer zeg ik. Doe het! Hatsaflats! Is hij dood? Ja, die is dood. Oké, we hebben hier in ieder geval een fuse. En daar is er een foto van Verbandman. Verbandman gaat komen, ik zweer het jullie. Volgende aflevering Verbandman, dat moet bijna wel. Laten we in ieder geval deze fuse meenemen. Naar... Wacht. Naar waar? Moet ik dit verschuiven of zo, dat we er dan langs kunnen? Daar lijkt het wel op, kom op. Laat even je krachten zien, Mono. Dit kan jij namelijk. Hupsakee. Oh, we moeten het glas kapot slaan. Oh, wat leuk. We moeten wel natuurlijk oppassen dat we geen glassplinters krijgen, want dat doet au. Maar dat gaat wel betekenen dat we en bij Mono komen, ik bedoel en bij Six komen, en dat we een fuse hebben. Nou, wat wil je nog meer, hé? Dat is toch echt gewoon de combi die je moet hebben. Hupsakee. Bam. Laten we dit ding meenemen. Gooi hem er doorheen. Alsjeblieft, Six, joh. Hier. Six. Six. Ik dacht dat ik hier met Six zou komen, maar waar is Six heen? Six! Wat doe je, Six? Six. Six. Kom mee. Waarom zet je... Wat... zoals met die vingers aan het spelen. Bah, wat naar. Nou ja, laten we gewoon deze fuse in dat ding pleuren. En dan hebben we één van de twee hebben we gewoon gehaald. Huh? Ligt er nou de tweede fuse? Wat is dat? Wat ligt daar? Wacht, lag die fuse dan net ook? Ik weet het niet. Ik vind het niet leuk. Het lijkt wel alsof deze fuse hier geplant is door iemand. Pak op, pak dat ding op. Waarom pak ik... Mono, waarom ben je soms zo debiel dat je die dingen niet... Mono, er ligt hier een fuse! Pak op! Dit vind ik heel gek. Er ligt hier gewoon een fuse die heel is, maar ik kan hem niet gebruiken. Nou ja, volgens mij is de bedoeling dat we deze fuse naar die andere deur brengen. Dat we daar doorheen gaan. Maar dat gaan we volgende aflevering doen. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze Let's Play aflevering van Little Nightmares 2. Dat ik op blauw duimpje hoog. Als je genoten hebt, klik hiernaast. Heel erg snel bedankt. Dus abonneer op mijn kanaal. Reageer op mijn kanaal. Dan heb ik nog maar eens zeggen tegen jullie. Jawel, want het is... Doei mensen!